Paulien Lunter stopt als raadslid voor de SP. Ze geeft haar zetel aan Abdurrahman Setintas. Lunter kijkt terug op haar periode in de gemeenteraad. Ik kijk terug op 5 behoorlijk hectische jaren waarin heel veel is gebeurd. Bezuinigingen, er kwam van alles op ons af. Maar ook hele goede jaren vooral. Omdat we in Arnhem toch de zorg overeind hebben weten te houden. Met alle troep eigenlijk die op ons afkwam. Toch maak je ook een dramatisch verlies mee van 8 naar 3 zetels. Hoe heb je dat ervaren? Je kwam met 3 terug. Ik heb dat eigenlijk positief ervaren. Ja, het is natuurlijk niet leuk om te verliezen. Iedereen wil natuurlijk in ieder geval gelijk blijven. Maar het was voor mij niet onverwacht. Ik bedoel, ik had het wel zien aankomen. Ik blijf heel actief. Ik blijf ook betrokken. Ik denk niet dat ik dat ook los kan laten. Want als ik alweer iets hoor of lees, of vooral in mijn dagelijkse werk als verpleegkundige, als ik dan dingen zie, dan denk ik, oh jee, daar moet ik wat mee. En dat deed ik dan ook steeds. Alleen het jammere nu is dat ik daar geen tijd meer voor kan vrijmaken, omdat ik dus een opleiding moet gaan doen. Hoe is het om weer terug te zijn in de raad voor de SP? Ja, ik heb er heel veel zin in om weer in de raad te zitten. Ik heb ervaring hierin en ik heb kennis in de raad. Wat ik ga doen is, ik zal me sterk maken voor de zorg. Want de afgelopen periode hebben we al geluiden gehoord van dat er enorme tekorten zijn in de zorg, in de jeugdzorg en de WMO. Ik zal mijn volle aandacht richten op de dak- en thuislozen in Arnhem en ook de jongeren in Arnhem. Waarin verschilt de SP van andere linkse partijen in het college, GroenLinks en de Partij van de Arbeid? Ja, we hebben in de afgelopen periode hebben we dus gezien hoe dat is gegaan met het zorgdebat, sociaal domein. Dus 13, nog wat miljoen tekort in de zorg. En we zien dat er bezuinigd gaat worden, waarschijnlijk bezuinigd gaat worden. En wij zeggen van nee, niet doen. Geef gewoon de juiste geld uit, want doe wat nodig is in de zorg. Want we hebben meer dan genoeg geld in Arnhem. We hebben meer dan genoeg te besteden in Arnhem. Het gaat goed in de budgetten, in de reserves van Arnhem. Dus doe goed voor de zorg, zou ik zeggen.